Wel een dubbele deur, hè? Voor een beetje privacy. Beetje, ja, precies. Kun je alsjeblieft in je eigen hokje blijven? Ja, dankjewel. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortens en Aya Speler Hurt World. Ah, oh, hey, dit ziet er best cool uit. Yeah. Yeah. En ja, vandaag gaan we de sneeuwbiome in. Ah, oh, dit is best wel spannend. Ik zou eigenlijk wel een best dikke... Best wel koud. Ja, precies. Ik zou wel een jas willen, want volgens mij gaat het best wel koud worden. Maar ja, we gaan gewoon hier verkennen. Het schijnt dat er... je kan hier groene oor krijgen. Hoe heet dat oor eigenlijk precies? Ik noem het gewoon de groene, anders. De groene. Dat is ook goed. De dat groene. Is, yep. We hebben al vet veel van de rode gehaald. Want dat kun je gewoon in de forest krijgen. Maar in de snow biome kun je de groene krijgen. Dit... het klinkt toch niet zo cool, de groene. Maar... Nou, we gaan het zo zien. Ik heb het stiekem heb ik het al een keertje gehaald. Ik ging op verkenningstocht vanuit ons huis. Stiekem. ja, er kleeft nog wel een nadeel aan groene oorhalen. En dat gaan... ja, dat houden we nog even geheim. Maar als we het zo meteen vinden, dan gaan we het laten merken. Ja. Ik kan je één tip geven. Zorg dat als je het gaat halen, dat je op zijn minst zo'n rode pickaxe hebt zoals wij hebben. En dat je... heel snel handelt. Nou, dat is alles wat ik tot nu toe vertel. En nu hoop ik toch echt wel dat we bijna in die spawn radius komen. Hoewel de grond is ook nog steeds bruin en niet wit aan beide kanten, dus... Ik loop waar het wit is. Maar ik zie hier niet... ja, daar is nog een flintrots, maar dat is niet de groene die we zoeken. Ja, moet zo komen. Ik herken het al bijna weer. Ik heb trouwens ook koud. Hey, is dat een sneeuwkonijn? Volgens mij wel. Die moet je snipen. Snipe? Nee, niet eens in de buurt, jongen. Oh, die zijn best wel moeilijk. Zitten ze überhaupt ooit hier wel in stil? Hier is een oor. Nou ja, ik heb het al best wel koud, maar laten we het ja, gewoon we kunnen proberen. Wel even een vuurtje. Laten we eerst even opwarmen. Dus zul je niet een vuurtje ernaast zetten? Dan kun je mijn opwarmen tegelijk? Nee, je wil er niet in de buurt komen voordat je gaat echt niet bouwen. Oh, sick. Oké. Okay. Nou, ik heb 6 minuten, dus dat kan wel. Laten we eerst ons mijnen, toch? Ja, ik heb nog 80 seconden. Oh. Nou, ik ga wel even op kolen stoken, sneller warm. Ja, yep. Oké, gang. Ja, ik kan wel... Oh, ja. Ik weet niet hoe jij zit, maar ik zit nu op een derde of zo. Van de kou. Ja, ik zit echt op 80% vol. Zo koud heb ik het. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat jij minder snel kou pakt dan ik. Heb je toch betere kleren aan? Ik weet het niet. Ik heb, ja, volgens mij hebben we precies dezelfde kleren aan. Ik kan niet lezen welk shirt ik aan heb, want dat past niet op de interface. Nou, maar niet zo uit. Ik heb dit bruine shirt aan. Dirtier double shirt, 4 kop. Volgens mij heb ik die, ja. Ik loop een beetje stroef hier. Ja, want je bent daar, je bent gebukt. Ben ik gebukt? Met C, ja, nu niet meer. Zo, prima. Zo, prima. Weer afgekoeld. Ik ben helemaal opgewarmd. Lekker, man. Oké, nou laten we nou... ik denk dat wij, omdat we met z'n tweeën zijn... denk ik nog net wat makkelijker om wat groene spul te halen. Okay. Dus laten we... Je ziet hem, hè? Laten we erop afrennen en direct beginnen met hakken. En dan zullen jullie ook wel begrijpen waarom je dit graag zo snel mogelijk afhandelt. Oké. Okay. Ik heb nog nooit gedaan. Ik ben benieuwd. Ik zie ook een konijn, die wil ik ook hebben. Maar ik ga me nu gewoon concentreren op de groene. Wow! Oké, okay, ik ben gewoon echt in één keer poisoned. Ja. Of, nu ben ik poisoned. En gaat het weg als zeg maar... Oh, crap. Nou... Het is nu zo dat, omdat wij het met z'n tweeën doen, dat het dus, overigens grappig, toxic level Britney. Dat is Britney, ik snap het. Oh. Don't you know that I'm toxic? Ja, precies dat, ja. Zoals je ziet, worden we dus best wel heel erg gepoisoned. Ah, en pakken we ook schade. Voel me echt niet zo lekker. Nou, nu hebben Morto en ik hebben allebei ongeveer een derde schade gepakt. Maar je kunt dit dus in je eentje, kun je dit net overleven. Als je er echt op afrent, gaat hakken... En gewoon blijf doorhakken, want zodra die steen weg is, is je poison, gaat hij jou ook niet meer poisonen. Maar dan word je dus echt heel erg gepoisoned en overleef je het ongeveer met 10% van je HP. Dus ja, het is echt spannend om dit spul in het begin te halen. Echt bikkelen. Ja, maar je kunt, als je een beetje hebt, dan kun je dat wel gebruiken om ja, dus dingen te maken die jou beschermen tegen het. Tegen deze poison. Ja. Dus dat is dan wel echt de volgende stap. Aha. Dus we moeten even goed met... Dus het werkt waarschijnlijk ook wel chill als we met z'n tweeën zijn. Ja. Dan kunnen we dus gewoon even dat halen. En dan kunnen we de beschermende kleding maken. Ja. Dat is chill, toch? Ja, zeker. En verder zat ik te denken. Het is wel... Ik geloof dat we nu echt 1,5 kilometer of zo van onze basis af zitten. Misschien wel 2 al bijna. Eens even kijken.
2400 meter. Wow, dat is ver, man. Dus ik heb stiekem... Ik zal het wel laten zien met het kompas. Kijk, alfabaas 2,5 kilometer. Maar we hebben hier een nieuwe basis bijgebouwd. Super chill. Weet je ook ons te vinden als je ons komt reden. En dat betekent dat als we doodgaan bijvoorbeeld in de winterbiome, als een van ons nu dood zou gaan, dan spannen we tenminste niet zo super ver weg. Dus dan hoeven we niet zo heel ver te lopen. Ben jij het trouwens kwijt? Ja, ik was iets verder op de weg. Ik ging hier een konijn snipen. Oh, dat is geen konijn. Het is ook geen geit. Ik had laatst ergens gevonden hoe het heette, maar dat ben ik weer vergeten. Het is een dwerggeit. Volgens mij zie ik hier een... hier is nog een konijn. Yes, oké. Okay. Overal konijnen. Oh, daar ligt een wow, hier heb ik being irradiated. Ik vond het niet lekker. Oh, ik ga er weer vandoor. Ja, ik vind niet chill. Ik zie het steen al liggen. Heb jij dat ook al? Maar is dat dan... Is het... Hier, het heel beetje in de buurt van zo'n steen was, toch? Nou, ik dacht het niet, maar oké. Okay, nee, want dat is poison. Als je, ja, precies. Wat is het dan? Is het gewoon... De straling. Oh, ja. Dat is nog erger. We kunnen wel die steen proberen te pakken, maar als we allebei doodgaan, dan zijn we... Maar is dat nou misschien nog die andere steen? Want er ziet er een beetje blauw uit vanaf hier. Misschien gewoon erop afrennen. Zal ik anders gaan kijken? Ja. Nee, want anders... Anders geef ik jou mijn spullen en dan ga ik wel even kijken. Dat is volgens mij wel... Volgens mij is dit slim. Dit klinkt slim. Ik denk dat als wij samen erop afgaan, dan kunnen we denk ik echt wel snel genoeg weghakken om het te overleven, maar... Nee, ik ga wel gewoon even kijken. Oké, komt-ie. Being irradiated slowly. Hé, dit is blauw, man. Ja, proberen te pakken? Jazeker, dat spul wil ik echt super graag hebben. Maar ik ben nu... Oh, man. Ik ga wel echt sowieso radioactief worden, maar... Als je het gewoon weg hebt, kun je het altijd nog op de grond... Ja, oké, nu pak ik damage. De steen is bijna weg. Oké, dying for radiation potioning. Poison. Ik denk dat het ongeveer even lang duurt als wanneer je in je eentje die andere gaat halen. Ik denk het wel. Maar mijn... Nee, het valt wel mee, want ik ben nog... Wel, ik ben nog wel irradiated. Ik heb blauwe, man. Wow, ik zal even wat vlees pakken. Dan kun je nou, krijg ik weer een beetje leven van. Oh ja, nice. Ik heb ook nog een paar stukken bevroren vlees. Misschien moeten we teruggaan naar de basis, want... Hey, denk je dat die blauwe gloed van die steen afkomt? Omdat het lijkt een beetje alsof die... Zie je waar de zon onder gaat? Daar rechts van is een beetje blauw op die heuvel. Denk je dat het daarvan komt? Ja, dat zou best wel kunnen. Kunnen we zo wel even kijken. Dat is wel zo'n spacend. Oeh. We zijn even teruggelopen naar onze basis. Onze Winterbase. Goeie naam, Winter Small, toch? Ja, Winter Small. En dit is het. Dit is het. Tada! Twee hoekjes naast elkaar. Whoops. Wel een dubbele deur, hè? Voor een beetje privacy. Beetje, ja, precies. Kun je alsjeblieft in je eigen hokje blijven? Ja, dankjewel. Nee, dit is wel je wel bij de... Kan je zo al je recht ontnemen, hè? Dan zit je opgesloten. Oh ja, slecht idee. Ik vraag me af wat er gebeurt als je een tweede steek bouwt, maar... Weet ik niet. Zo interessant. Dus hier hebben we eigenlijk gewoon een locker. En dat is het. Gewoon met onze valuables. Want ja, die wil je gewoon tussendoor eventjes af kunnen geven. En je wilt die kunnen spawnen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van deze basis. En verder kun je hier lekker even craften. Ja, we hebben dus nu echt alle type metalen hebben we nu al gevonden. Blauwe, de rode en de groene. Dat gaat wel lekker, ja. Ik moet wel zeggen dat het... Het is wel lastig om die dingen te vinden, maar... Ja, misschien is het wel lekker rond blijven rennen. Eigenlijk moet je onthouden waar die noods spannen, want die komen ze altijd op dezelfde plek. Ja, als je die nou gaat markeren op een kaart of zo, dat zou goed zijn. Ja. Dus heb jij dat andere kampvuur bij je? Ja. Oké, prima. Dan gaan we nog... Ik heb alleen geen brandmaterialen. Dus ik heb wat kool. Dat is goed, joh. Ja, laat ik het hout wel liggen. Oké. Okay. Let's go. Even bij het koud. Ja, koud. Het is ook nacht. Misschien moeten we dan niet nu weggaan. Oké, maar dan moeten we gewoon wachten en niks doen. Dan zitten we gewoon binnen. Is dat wat je wil? Ja, dat is ook niet wat ik wil. Nee, laten we gaan. Oké. Yes, we hebben het gehaald naar het dorpje. Nice. Heb jij nog eten? Want, ik heb net wat van deze zwijntjes geknald, maar ze hadden helaas geen eten bij zich. Nee, ik ook niet. Maar zijn er vast nog wel meer. Kijk, hier zit niks in. Laten we gewoon het een beetje leeg trekken. Hopelijk vinden we wat. Autowrak, zoals gewoonlijk. Ja, deze container is ook leeg. Oh, hier zijn wel... Zit hier ook een quad container? Oh, hier zit hier een pakketje in deze. Ik hoop dat we iets goeds hebben. Oh, bullets. Nou, oké. Er liggen hier allemaal abandoned quads. Ja, daar hebben we lekker niks aan. En ze zijn ook allemaal... Oh, hier zit benzine in. Ah, dat is grappig. Hebben we niet echt veel aan, maar...
Mooi, ja, oké. Okay. Meer dan niks, toch? Dat is zeker waar. Er zitten hier wel echt veel auto's trouwens. Dit is echt een nice stukje quad. Het heeft allemaal kistjes erop. Oh, dat is chill. En kijk, hier is wel een soort van garage, maar ik heb het ook echt super koud. Laten we gewoon nog heel even snel hier doorheen rennen. Nee. Nou, toch één pakketje. Ja, en een gasoline, maar dat is echt best wel waardeloos. En gasoline is wel echt waardeloos, ja. Dat is er van, ja. Wat eten. Dat is echt gewoon een sinaasappeltje. Ik ga hier een vuurtje stoken trouwens, want ik heb het echt te koud. Oh, als het me lukt. Oh, je kan hier natuurlijk niet bouwen. Oh, we moeten snel het dorp uit. Ren achter mij aan. Ja, ik ga heel even deze zwijn nog pakken. Zo. Oh man, wat een vergissing. Dat ik helemaal geen rekening mee gehouden dat je niet kan bouwen in het dorpje. En dat betekent dus dat je... Is het een rode? Dit kan maar beter een rode zijn, anders is het gewoon dood. Mag hier al bouwen? Please, laat hem bouwen. Maar het is super gek dat jij helemaal koud bent en ik niet. Oh, hier is snow building. Ja, ik weet het ook niet wat het is, want we hebben volgens mij echt zo... Ik zweer dat we dezelfde gear hebben, maar... Als je bij je equipment kijkt, of bij je stats, staat dat dan gewoon dat je 25 gold protection hebt? Dat zou hier staan, gold protection 25, ja. Ja, zeker. Ik ook. Nou, dat is echt te raar. Dat is vreemd, hè? Ja. Alpha, just alpha things. Ja, dat zal het wel zijn. Yo man, het is echt super goed verlicht als ik hier buiten ben. Even kijken, we zijn weer terug in de main base. Of hoe noemen we deze basis ook weer? Ja, alpha base had ik alpha volgens mij base. Genoemd. Niet Winterspawn, maar alpha base. Ik kan ook zien, Winterspawn ligt echt precies op 2 kilometer afstand. Zo ongeveer precies. En... Ben je dat aan doen? Nou goed, maar niet uit. Nee, weghalen. Ja, oh, ik heb vet veel zinsels bij me. Misschien dat ik dat eerst even weg moet leggen. Ja, dan zijn we nu hier in deze basis. Ik heb een beetje een probleem gehad met kou, man. Het is echt verschrikkelijk, maar ik ga er best wel goed dood aan. En jij niet, dat is echt super raar, maar... Ja, ik had misschien net bedacht dat het misschien te maken had met hoeveel honger je had, dat je daardoor gevoeliger werd voor kou, maar dat moeten we eigenlijk nog testen. En dat kan ook gewoon een bug zijn, of we zijn er in ieder geval nog niet helemaal uit, maar... Ja. Dat zou best wel dat kunnen zijn. Ik weet het niet, ja. Kijk, we kunnen wat gear gaan maken. Dus zal ik beginnen met een jassie? Ik zou een mooie jas voor jezelf maken. Oh man, ik heb het zo koud gehad, jongen. Oh. Even kijken. Gear. En dan wil ik graag deze winterjas. Daar gaat ook van de Sasquatch belt in. En gewoon leer. Oh, oké. Okay. Dat je dat nog ergens voor kan gebruiken. Prima. Geen creature protection meer. Nee. Het is een beetje. Ik dacht ook dat je die jas er gewoon overheen aan moet kunnen doen. Ik dacht dat die rood zou zijn. Dit is een andere. De grey winterjas is de red winterjas. Natuurlijk red. En oh, dat is ook een upgrade op die andere. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is duur. Ja, maar daar heb je echt 40 van dat blauwe spul voor nodig. Dat moeten we nog even goed farmen. Ik had gewoon 25 crop protection. Nu heb ik 65. Dat is zoveel. Ik denk dat je nu echt gewoon s'avonds als een gewoon kunt rondrennen. Oeh ja, je ziet er ook echt uit. Ja? Mooie microphone muted. Oh, sorry. Nice, hoor. Microphone activated. Ik krijg wat teamspeak geluiden tussendoor. Excuus. Ja, dat ziet, ik kan alleen de voorkant niet zien. Maar... Ja, het ziet je er wel. Hem heel even aan mij geven, dan laat ik het zien. Oh ja, anders jij, inderdaad, dan demo jij even die as. Oh, nou ik het gelijk, nee, ja. Het is wel raar dat ik de hele tijd een bijl vast heb. Ik denk, hé, waar is hij nou gebleven? Maar hij was in mijn quickslot gegaan in plaats van in mijn... Aha. Tada. Oh ja, hij ziet er wel slik uit, man. Ik kan zo in de H&M folder. Ja, ik heb dan ook een erg mooie muts en een goed getrimde baard, dat helpt. Oh ja, ik heb dat ook. Ik kom veel mensen tegen hier met een goed getrimde baard. Ja, inderdaad. Als je deze server je baard niet trimt, dan hoor je er gelijk ook niet bij. Hè? Ik weet niet. Maar nee, het is. Ja. Oké, we kunnen nog meer dingen maken. Wat wil je nog meer hebben? Roep eens wat. Ja, we hebben dus... Oh ja, nee. Heel graag wil ik bij machines iets maken. Oké, ga je gang. Namelijk de drill. Kijk, als je hier dit... op zich is ziet er duur uit, maar het is vooral door de variatie en spullen die je nodig hebt. Want voor de rest, als je bedenkt dat we net... Ja, het is toch wel weinig nodig. Je hebt er maar 2 nodig. Als je bedenkt dat je voor die winterjas 20 nodig hebt. En wat staat hier nou bij? Dat je automatisch resources gathert. Ja, man. Dus als echt we dit neerzetten chill. In onze basis, krijgen we gewoon gratis spullen. En hoeven we helemaal niet meer ver weg. Ik vraag me wel echt af wat voor spullen je gaat krijgen. Of dat je echt high level spullen krijgt. Of gewoon low level. Ik zal er wel even 2 bouwen. Is dat goed? Ja, ik maak een gat in de grond. Oh, dat is leuk.
Want ze moeten dus wel echt op de grond staan. Dat lijkt mij wel, want het is een boor, dus die zal wel de grond in moeten. Ja. Oh ja, dat is prima. Wil je nog een... Nou, dat hoeft eigenlijk niet. We zouden er nog een muur omheen kunnen zetten, maar... Nee, ja. Ik weet niet. Oh, dat is donker. Oh, het is bijna ochtend. Nu mogen we het niet meer aanzetten. Het is nog best wel donker eigenlijk. Ja, ik vind het eigenlijk ook... Nou ja, oké, ik heb zo'n machine. Zal ik hem maar gewoon neerplompen? Ik hoop dat het allemaal gaat passen. Oh, dat wordt misschien wel krapjes. Kan er maar één? Nou, dat zou best wel eens zo kunnen zijn. Ik weet dat jij natuurlijk de meesterbouwer bent in Ark, maar als ik het nu zie, kan die ook niet echt naast die foundations of zo staan. Ja, anders pak jij die andere. Dit is als je hem draait. Ik weet ook al dat ding eigenlijk is. Ja, dat zou betekenen dat er nog een stuk vloer uit moet of zo. Oh ja, is het toch wat groter dan ik dacht. Ja, laten we. Zal ik hem maar gewoon neerzetten of? Ja, misschien kunnen we het gewoon een beetje verbouwen. Dan schuiven we deze ramp eentje op of zo. En dan gaan we gewoon de overloop wat groter maken. Ja, is goed, denk ik. Ik zie niet echt een alternatief, maar dat is prima. Oké. Begin maar. Of moeten we even knippen? Dat kan ook wel. Nou, we kunnen ook wel een beetje verbouwen. Oké. Ik probeer gewoon eerst eentje zoveel mogelijk in de hoek. Nou, het gaat denk ik echt niet met twee lukken. Hè? Anders bouw gewoon eentje en dan bouw het straks wel. Want ik ben wel echt super benieuwd. Oké, ik zet hem neer. Wauw. Oké. Dan moet olie in. Veel. Dat ligt als het goed is. Zit het nog hierin? Ja. Oké, dan gooi ik dit gewoon allemaal in. Weet je ook hoeveel je krijgt voor een gasoline? Ik had een filmpje gezien en volgens mij kreeg je 3 resources per gasoline. Oh, je krijgt er eentje per minuut of zo? Next resource. Oh ja. Dus het gaat niet eens zo heel snel. Maar ja, dat loopt natuurlijk wel door als je er niet bent. Ja, maar dat betekent dus dat je gewoon elke 5 minuten zou moeten kijken. En dat is wel echt vaak hoor. Ja, dat is wel waar. Als je een beetje in de buurt bent, dan... Ja, kijk, je hoeft er nu verder niks meer voor te doen. Stel je voor dat je gewoon dit een paar dagen hebt. En op een gegeven moment verdient het zichzelf gewoon terug. Nou, dat weet ik niet. Want als de kans nou heel laag is dat je bijvoorbeeld een groene krijgt of zo, weet je wel. Ja, dat is weer waar. Nou, dan krijgen we zo meteen direct een groene. Ik ben wel benieuwd wat we als eerst krijgen. Dan ga ik even op wachten. Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Misschien moeten we het ook opschrijven of zo. En dan kunnen we zo een beetje aan rekenen en alles. Ja, als we het gewoon van het begin bijhouden. Is dat gewoon een goed idee, ja. Ik vind het wel leuk. Ik denk dat ik het sowieso wel ga doen. Want het is gewoon gratis resources. Maar oké. Nou, drumroll please. Cool, nou. Wauw, dit is net als bij dat je met Sinterklaas stout geweest bent en dat je dan kolen krijgt. Weet je wel? Ja, nou, een soort roem. Altijd een klein begin, hè? Volgende zal. Ja, oké. Ja, laten we gewoon... We zouden ook, zeg maar, hier die andere op kunnen zetten in de sinaasappeltuin, want we hebben sinaasappels voor dagen. Oh, sorry. Ja, maar die gaan we nu ook gebruiken. Wat ik zelf dacht is eigenlijk, misschien passen er niet net geen 2 op 1 hokje, maar als we er 2 vloeren uitslaan, passen er misschien wel 3 op. Want we kunnen er ook 3 maken. Ja. Oh, dan, kunnen we er 3 maken? Nee toch, we hebben toch niet genoeg groen? Jawel, want we hebben nog... We zouden er voor een aantal groen zouden we er 4 kunnen maken, want we willen de andere groen... Oh, dat kunnen we eerst wel even doen, de andere groen gebruiken. Kunnen we ondertussen wachten wat hier nog meer uitkomt. Oké, okay, prima. Want we kunnen namelijk onze... Oh nee, dan ga ik eerst kijken. Ja, ik zit ook echt van... Oh, dit is echt wel... Oké. Nieuwsgierig. En een steen. Echt letterlijk steen. Woehoe. Maar zou het stacken als je er nog eentje krijgt? Ja, ik vind het echt wel leuk. Ik ga het mooi in de gaten houden. Ik ga ondertussen even iets craften. En dat is namelijk onze volgende tier pickaxe. Oh, dat wil ik, man. Oh, dat is chill. Meer spullen, meer mining speed, alles beter. Tools. Wat heb je allemaal voor nodig? Tools toch? Mondinium. Oh titanium. Ja, oh, oké. Okay. Hey, super grappig. Die rode pickaxe, die heet hier titanium. Dus eigenlijk hoort dat rode spul niet mondinium te heten, maar titanium. Volgens hier heet het inderdaad shape mondinium en hier heet het shape mondinium. En dit heet wel shape... Ja, oké. Okay. Ja, precies. Ze hebben echt een fout gemaakt daar. Ja. Oké, doe die andere maar. Oké. De emmer ligt er al in. Ja, het ligt er al in. Zo. Ga je gang. Zit er bijna klaar. Oh. Zo. Pak hem maar. Lekker. Nieuwe pickaxe. Oh, kunnen we niet ook onze... Oh nee, onze axe die kost ook 20 om te upgraden. Oh, en, duur man. Dat is echt duur. En hout, ja, is toch wat... Oh, wow.
Dude, wow, we hebben gewoon het roer gekregen. Oh, dat is echt heel sweet. Laat het alsjeblieft liggen. Want stel dat het nou stekt, dan wil je gewoon... Nou, ja, alleen de goede spullen erin. Ja, misschien ja. Dat die... Want stel dat je nou bijvoorbeeld... stel dat je bijvoorbeeld alle metaal hebt. Dus ja. Rood, groen, blauw, ijzer en bijvoorbeeld klei of zo. En stel dat je dan een steen zou krijgen, dan zou dat niet passen. En dan loopt misschien daardoor de machine vast of zo. Snap je? Ja, ik zou het niet weten. Ik heb echt geen idee wat... Eerst al wel benieuwd of die überhaupt stekt. Of dat als je er al iets in hebt liggen, of die dan de andere resources niet kan spannen. Ja, dat weet ik. Want dan laat je er juist weer een steen in liggen, zodat je dan meer kans hebt op iets beters. Dus... Ja. Je hoort wel dat er een drill is, hè? Kan het gewoon... Ja. Als je gewoon langs ons huis loopt, dan hoor je dat. Ja. Het is wel echt heel cool, maar dit. Als je dan in moet breken, dan moet je wel explosieven hebben. Dus daar ben ik niet zo heel bang voor. Nee, daar heb je echt zoveel resources voor nodig, dat het gewoon nog echt niet waard is. Als je het leuk vindt om te doen. En iron. IJzer. Nou, ja, ja, okay. Ik vind dit best ideaal zo. Ja man, ik denk dat we nog een beetje moeten gaan verbouwen. Maar laten we dat tussen afleveringen doen. Want deze aflevering begint al een beetje vol te raken. Anyway, ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik wel. Ik ga zo goed op dit spel. We moeten wel een hoop knippen. Dat zal ik gelijk gewoon toegeven. Maar dat komt omdat gewoon, ja, je moet veel lopen en spullen halen en zo. Maar ja, voor dit soort momentjes vind ik echt super leuk om samen met jullie te doen. Dit moeten we gewoon doen. Hij kan ons niet horen. Nee, hij kan ons niet horen. Er is iemand die vraagt ons. Of we erbij kunnen zijn. Even spruipen. Zeg maar, ik kan mij jouw spullen wel geven. En... Ja. Maar laten we alle spullen in de zwijgende kast leggen. We kunnen hem ook gewoon proberen te snipen. Maar je maakt geluid, hè, als je die kast open doet. Ja, dat is waar. Zeg maar, oké. Het idee is eigenlijk, zeg maar, dat ik dan doodga en daardoor krijgt hij infamy. En dan kun jij hem daarna doodmaken. Kun je het ook nog oppakken? En... Spannend. Ja, spannend man. Ik hoop dat we hem nog te pakken krijgen. Is hij wel doorgelopen? Toen we naar buiten gaan, heb je wat meer vision, denk ik. Ik ga wel af. Hoe zit het? Nou ja, ik zal wel geluid maken. Dat ben ik niet. Oké, ik ben buiten. Aan het hakken. Oeh. Is iemand nog steeds aan het hakken? Ik hoor het niet hoor. Nee, ik dacht twee keer een hak te horen, maar misschien was het ook wel iets anders hoor. Het is af en toe die geluiden lijken af en toe echt gigantisch op elkaar. Oh, ik zie iemand kruipen, ben jij dat? Ja. Ja. Niet schieten. Ik denk dat hij doorgaat. Denk je dat hij doorgelopen is? Nou, dat is wel verstandig om te doen. Man, ik heb wel echt... Ik vind het wel spannend. Maar ik weet niet of jullie het goed konden horen, want het was best wel zachtjes. Maar er was dus iemand bij onze deur en die vroeg echt of die is someone here. Dus dat is dan toch wel even spannend. Je weet toch eigenlijk dat hij niet binnen kan komen, maar... Ja, precies. Maar soms dan kun je gewoon die personen killen die bij jouw deur komen. En dan kun je gewoon... Ja, dan word je wel. Dan is de kans wel groter dat je je spullen laat droppen. Maar ja, dat is niet zo. Of dat is niet zo erg. Want je zit toch binnen. Dus als hij jou killt, dan spawn je gewoon weer daar. Dat is niet echt erg. Nee, ik denk dat hij gevlogen is. Dan lopen we toch nog een beetje uit. Anyway, laat alsjeblieft een like achter. En hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!